Ik heb een hele grote bukkel hier. Oké. Ik heb een rimpel. Wordt gewoon in de keuken doorgewerkt terwijl ik sta te koken. Ik ben aan de wandel, maar zonder ronken. Goedemiddag, zaterdag vandaag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke Talsma, een vloggende 50-plusser. Chris druk bezig in de keuken. Elektriciteit heeft hij omgelegd. Alle bovenste kastjes zijn er nu af. Alleen het blok met het werkblad zit er nog op. En de onderkastjes en de vaatwasser en ik kan gewoon koken. Alleen alles moet ik nou uit kratjes halen. Dus het is eigenlijk wat meer werk dan je denkt. Maar goed, het is even noodzakelijk voordat het weer netjes wordt. Het is even behelpen. Ja, vorige week de boot natuurlijk weggebracht. Dat hebben we nou ook niet meer, dus het worden nou klusweekenden. Ja. Vanmorgen was ik toch weer niet lekker. Toch wel met heel veel kramp op de wc gezeten vanmorgen. Maar dat is ook misschien wel omdat mijn hele darmflora door het darmonderzoek en al die chemicaliën die je slikt om leeg te raken. Is misschien wat van slag. Dus we moeten even kijken voor wat probiotica. Die tip kreeg ik van iemand. Van iemand die mijn YouTube film had gezien. Nou weet ik haar naam even niet meer. Embrace Your Life. Heet ze geloof ik. Nou. Goedemiddag. Vandaag is het zondag. Wij zijn onderweg naar Molkwerum. We gaan eens even kijken hoe het is gelukt met de boot. Of dat die binnen ligt al in de loods. En dan gaan we even met Romke aan de wandel. En meer gaan we niet doen. En het is vies en regenachtig. Dat is wel erg jammer. Het is niet koud trouwens. En we gaan even ergens kijken of we kibbeling kunnen halen. Goedemiddag, het is alweer dinsdag. Een hele poos niet gevlogd. De laatste keer was van het weekend. We zijn al sinds zondagavond zonder Romke. Want Celine heeft Romke meegenomen. Die had een weekje vrij. En die had zoiets van, ik wil leuke dingen doen met Romke. Nou, prima. Lekker hoor, het regent. Ik hoef er niet uit. Zoals vandaag ook. Ik ben even naar de kapper geweest en even onguur de stad in geweest wezen shoppen. Of onguur wezen shoppen daarna. En dan vanuit mijn werk. En dan hoef je helemaal niet erom te denken hoe laat je thuis moet zijn. Want ja, die hond die is ergens anders. Alleen 's morgens als je dan beneden komt, dan ja, je bent zo gewend dat die hond hier is. En ja, dan zit hij te bedelen altijd als je het brood staat te smeren. Ja, dat was er nou niet. En dan lag er een vest op de bank. Het was een beetje donker. En ik zou gewoon het vest aaien. En ik, oh nee, dat is Romke niet. Romke is hier helemaal niet. Ben je lief voor Romke? Remy? Hi, schat. Hey, Romke. Nou, doe niet zo vervelend. Luister eens naar vrouwtje. Hij is heel moe, mama. Is hij moe? Heel van het wandelen. En het zwemmen. Ja, jongen, hij sleurde maar aan het water. Ik heb een hele grote bukkel hier. Oké. Ik heb een rimpel. Nou, dat is niet zo erg. Ik kun je wel wegspuiten. Ja, moet ik maar eens doen. Is leuk koken dit hoor. Er wordt gewoon in de keuken doorgewerkt terwijl ik sta te koken. Dus heel fijn.
Ik heb het speesje nog net niet tussen aardappels zitten. Nou, echt zo. Het ligt hier op het aanrecht. Dat is echt vies. Maar nou, goed. Ga ik zo stoppen, dan heb ik de ruimte hier. Ik kan er niet tegen als iemand om me heen staat, dus ik sta te kopen. Is leuk, hè? Kan je zien? Want Chris wil stopcontact aan die kant. Aan die kant. Wil die op dezelfde hoogte hebben als daar. Dus. En dat kan dus door middel van dit ding. Ja, dat is ook een aangedacht. Dan boeit mij dat niet zoveel hoor, als die stopcontact een centimeter hoger zit, ja of nee. Het is woensdag vandaag, goedemiddag. Ja, vrije dag, ik ben aan de wandel, maar zonder ronken. Dat is wel heel raar. Doe je zo gauw niet, maar ik was in huis bezig vanochtend. Ik had yoga gedaan. En het was natuurlijk mooi weer. Ik denk, nou moet ik toch ook eens even naar buiten. Ik moest dan even een pakje wegbrengen. Dat heb ik lopend gedaan. Ik denk, nou loop ik even door. En nou gaat het wel wat betrekken. En ik zag dat het om 4 uur toch weer gaat regenen. Dus het is nu 1:15, dus ik moet even doorstappen. Want ik heb de ramen wagenwijd open en heb ik mijn was staan te drogen in de kamertjes. Dus ja, wel even lekker. Heel raar idee om hier alleen te lopen. Ik ben zo gewend dat die trekker sleurhond mee is. Ik loop in het dorpje Kwaingeer, Goinga. Eventjes een stukje verder dan mijn dorp. Het is hier ook mooi. Nou jongens, ik was alweer even terug van het wandelen zonder hond. Wil je weten hoe een opvlieger eruit ziet? Die ziet er dus zo uit. Ik krijg het heel warm. En ik loop paars aan. En het gevoel is dus of ik dat ik met mijn hele lichaam een radiator aan het omarmen ben. Niet interessant voor de mannen die het nu kijken, maar ja, leuk is het niet. Nou, ik zal even doorgaan met puinruimen hier. Een hele goede middag. Vandaag is het vrijdag. Jee, weekend. Ik heb de boodschap al binnen. Ik heb gewerkt vanmorgen. En ik ben lekker aan het shoppen geweest en ik denk, oh, lekker gezonde dingetjes, zo'n vers pakket met erwtensoep. En dan bedenk ik mij in één keer dat dit weekend toch een groot gedeelte van de keuken eruit gesloopt wordt. En ik, hoe dan? Moet ik erwtensoep maken? Dus dat ga ik nu maar doen. Dan kan ik die pan, ja, ik kan wel koken dan. Want Chris gaat iets maken in de garage, dat ik toch kan koken. Maar dan heb ik natuurlijk niet een blad waar ik uitgebreid op kan snijden en doen. Dus dat ga ik nu maar even doen. En dat, zolang mijn blad en alles er nog zit. En ik heb zo'n vers pakket gekocht bij de Poi Beyond. En dan moet je zelf alleen nog wat vlees bij kopen. Dan ben ik natuurlijk weer rookworst vergeten. En die kan ik er later ook altijd nog in doen. Dit pakket dus. Dit zit er allemaal in. Let's go! De knolselderij is gesneden. Ik ben daar met de wortel bezig. Nou, alle groenten zitten erin. Ik heb de schouderkarbonades erin. Die moet ik na een
poosje er weer uithalen. Moet je het bot ervan afhalen, in blokjes snijden en dan weer terug doen in de soep. Ik heb geen fatsoenlijke lepel hier om te roeren. Ik ben alles kwijt. Maar goed, de deksel erop. Waar is de deksel? Niemand de deur uit. Kijk, zo'n fijn kastje dit. Oh. Waar is die grote deksel gebleven? Mijn hemel, waar is alles? Nou, beste mensen, het is inmiddels vrijdag. En ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Stik een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Abonneer je op mijn kanaal. Dat is die rode knop hier beneden. Als je dat nog niet gedaan had, druk ook even op dat blauwe belletje. Dan krijg je iedere keer een melding wanneer ik weer iets plaats online. En dan wens ik iedereen een heel fijn weekend. En graag tot de volgende vlog. Doei doei.